Over, daar ook van. Ik ben een energiek, ik ben oprichter van Energize, ik ben een ondernemer. En ik ga het vandaag hebben over mijn passie. En ik vind het eigenlijk best wel één, want ik kom net terug van een geweldige reis naar Argentinië met mijn vriendin. En die laatste week van de 3 weken reis had ik opeens een visie in mijn kop. En ik denk van nou, die heb ik gedeeld vorige week met mijn team. Met mijn team in Shanghai, waar ik nu sinds een half jaar ook een bedrijf heb. En die ga ik vandaag voor het eerst met jullie delen. En ik weet dat er een hele kritische mevrouw in de zaal zit. Volgens mij zit er een mevrouw van Hagedas. En die is het permanent niet met mij eens. En dat vind ik goed, want ik wil polarisatie. En ik weet, het is in de middag. En we hebben misschien straks hier de borrel. Ik ook. Daarover straks meer. Maar ik ga jullie een verhaal vertellen. En ik heb eigenlijk, als we kijken naar de challenge. En ik was bezig met de voorbereiding. Dacht ik van, ja, eigenlijk is alles wel interessant. Maar ik werd toch wel het meest gegrepen door B. En B gaat over het volgende dilemma. En het dilemma van een moderne marketeer. Oeh, daar kom ik echt goed uit. Het is rood, dit. Het is rood. En goed. Help, ik kan mijn doelgroep moeilijker bereiken en bewegen. En dat hoor ik veel met marketeers waar ik mee spreek. Walt Disney, Lexus Smithkline, Mentos, Heinz. Ook in Shanghai, waar ik met marketeers spreek. En ik denk dat ik daar wel een idee bij heb hoe dat komt. En dat ligt eigenlijk aan het volgende. Ik denk dat wij als marketeers, ik zeg ook wij, want ik ben ook opgeleid als marketeer aan de Erasmus Universiteit. Ik heb heel veel plezier gestudeerd. Ik heb al die modellen geleerd. Ik heb zelfs ook nog Philip Kotler mogen interviewen. Geweldig. Maar ik denk dat wij het gewoon niet begrijpen met z'n allen. Althans, niet allemaal. Ik denk dat ongetwijfeld mensen zijn die het wel begrijpen. Ik ga het niet pretenderen. Maar ik denk namelijk het volgende. Dat we ons focussen op één ding. En het is één ding wat heel erg gaaf is. Dat is advertising. Dat is reclame. En dat vind ik ook gaaf. Ik heb een interactief reclamebureau. Ik heb het nooit gezegd. Ik heb altijd gezegd dat ik heb een interactief marketingbureau. Want er is een groot verschil tussen marketing en reclame. Maar ik geloof in iets. En ik ben nog even teruggegaan wat nou reclame precies is. En reclame, volgens Wikipedia, dat gaat over massaconsumptie. Een communicatievorm waarbij je mensen in beweging wil brengen om een bepaalde actie tot een actie aan te zetten. Dat kan zijn meer sales, dat kan zijn alles over het merk nadenken. Dat kan zijn dat je bepaalde bekendheid, awareness wil genereren. Maar wat we eigenlijk met marketing, met reclame altijd hebben gedaan, is onderbreking. Interruption. Ik kijk naar een gave film en boem, ik word onderbroken. Ik zit op een website, en boem, ik heb gewoon een dikke overlay in mijn gezicht. En ik ben op zoek naar een kruisje die ik kan wegklikken. Het gaat om herhaling, herhaling, herhaling. En we hebben een geweldig model daarvoor bedacht. Dank aan onder andere Philip Kotler. En het is reach times frequency. En het hoogtepunt van reach times frequency is de GRP. En de GRP, dat is een geweldige tool, vonden we in de jaren 60. Hij dateert uit de jaren 60. 50 jaar oud. En het gaat ervan uit, als we zoveel mogelijk met de bugs gaan schieten op onze consumenten. En wellicht dat we één in de kuit raken. En misschien die in ieder geval een bepaalde boodschap tussen de oren kunnen krijgen. En het liefst doen we dat ook zo vaak mogelijk. Dus hup, de bugs blijven laden, schieten en bereiken. Bereiken, schieten, schieten, bereiken. Bereiken, schieten, schieten, bereiken. Ik denk dat dat aan het veranderen is. Ik ben overtuigd. Sorry, nee, ik moet nog wat meer overtuigend overkomen. Ik heb van je geleerd. Ik ben overtuigd dat het niet meer werkt. Wie kent Mad Men? De serie Mad Men. Is geweldig, toch? Voor de mensen die het niet kennen, het is een serie over een advertising agency. Don Draper, de creative director van een advertising agency in New York in de jaren 60, 70. The Golden Times of Advertising. Klanten meenemen in de mooiste hotels, de mooiste restaurants, de mooiste verhalen, de mooiste sekscandals. Maar de tijd van Don Draper is voorbij. Het is voorbij, want je ziet nu de adformatie vorige week cover het grootste aantal faillissementen in de bureauwereld op dit moment. Waarom? Omdat het traditionele bureaumodel niet meer werkt. De GRP werkt niet meer.
heel mooi verhaal, een mooi boek, wat ik gelezen heb van Joseph Jeffy. De titel zegt het alleen al, The Life After the 30 Second Spot. En Joseph, een vriend van mij, die heeft gezegd, The 30 Second Spot is dead, dying, or in desperate need of a shot in the arm. En ik sta hier niet om de tv-spot of de 30 seconden spot aan te vallen. Ik sta hier ook te prediken dat interactive of online display advertising, banner advertising, dat werkt ook niet meer. Hè, dat is misschien interactive advertising, maar it's dead. We weten al heel veel dingen en we hebben het over heel veel dingen gehad. Dat het marketinglandschap verandert vanuit media, hè, digitaal. Stopt het soms wel in een hokje. Hè, we hebben online, offline, through the line, below the line. Maar ik denk dat er helemaal geen lines meer zijn. Want digital is all wireless. We hebben wifi, we kunnen overal, online, offline, het maakt niet uit. Het is niet relevant. Consumenten denken niet meer online of offline. We weten ook al dat het een enorm gevecht is om aandacht. Clutter. Nog meer, nog harder, nog heftiger. En het leuke is, in Shanghai doen ze hetzelfde kunstje als in New York. Grote A3's, billboards, weet hoeveel mensen al in Shanghai zijn geweest, het is geweldig. Een lichtstad. In New York hebben ze 350 wolkenkrabbers, in Shanghai hebben ze 4000. Nou, dus en allemaal schreeuwen en nog meer harder roepen om aandacht. De belofte, authenticiteit, het moet echt zijn, dat weten we. Doen we dat dan? Meetbaar, wat is meetbaar? Belangrijk, accountability, supersize your sales. En we hebben het natuurlijk ook over middelen, over mobiel, over social. Daar ga ik niet over vertellen, dat weten we allemaal. Maar goed, waar gaat het dan heen? Volgens mij gaat het naar een wereld die ik zie. I have a dream. Namelijk een wereld zonder reclame. Waar gaan we naartoe? Oftewel, wij moeten het marketingvak herdefiniëren. Daar ben ik van overtuigd. Dat gaat er komen als je met visionair spreekt. Tim O'Reilly werd net genoemd, ik heb hem geïnterviewd in Silicon Valley in april. Een visionair, en die zegt, a world without advertising, it's happening. En dan kan je je oogkleppen opzetten, je oren dicht doen. Nee, ik weet niet zeker, het gebeurt. It's happening, ik heb nog 2,5 minuut. Maar hoe kan ik jullie daarbij helpen? Ik heb daarover nagedacht, ik wil je één modelletje meegeven. Wat er de 4 stappen kunnen zijn, hoe je daar kunt komen. De eerste stap is, luisteren. En daar heb je hele hippe termen voor, met social media, social listening. Maar het gaat gewoon om luisteren. Het kan zijn inderdaad via Flickr, Facebook, Hive, Blogger. Maar het kan ook op de markt of in de kroeg. Luisteren, waarom? Omdat wij onze doelgroep moeten begrijpen. Dat wordt over je gezegd. Dat kan je gelukkig fantastisch monitoren. En als je dat die stap hebt gedaan, kan je door naar aanwezig zijn. Dat betekent dat je vaker van je bureau af moet gaan, weg moet gaan, in de doelgroep op moet zoeken. Wat kan je bieden? Relevantie. Relevantie, dat is belangrijk. Hoe richt je dat in je organisatie? Kijk daarnaar, wat kan je leren van je doelgroep door te luisteren en überhaupt aanwezig te zijn, je open te stellen. Derde stap, participeren. Participeer. Zoek die conversatie op, zoek die dialoog op. Wat kan je bijdragen? Werf in je organisatie. Daar heb je allerlei tools voor. Om vervolgens op de laatste stap te gaan. Betrekken. Denk aan een Facebookpagina. Ik heb een Facebookpagina, geweldig. Ik ben online, ik kan weer met mensen betrekken. Wat verdien je? Daar gaat het om. Hoe kan ik met doelgroep communiceren? Hoe kan ik met hun samenwerken? Wat kan ik geven? Mooi verhaal van Red Bull, hoe hij dat heeft aangegeven. Nou, één voorbeeld. Ik heb de wijsheid ook niet in de bag. Dat pretendeer ik ook niet, maar ik wil alleen één dingetje doen vandaag. Is jullie in ieder geval laten nadenken hoe die wereld zonder reclame eruit gaat zien. Want die gaat komen, ik ben ervan overtuigd. 45 seconden. Eén praktijkvoorbeeld wat wij hebben gedaan. Wij zochten een strategy director halfweg vorig jaar. Ik dacht, waar is die mogelijke strategy director voor mijn team? Ja, die is op Twitter. Ja, Twitter, ja, daar kan ik mee. Nee, die is op Twitter. En ik ben zelf ook op Twitter, dat zie je hier. En ik reageer met mijn klanten, die zijn ook op Twitter. En ik ga geen Twitter verhaal vertellen, maar ik voel het wel een heel interessant omveld om te kijken waar ik mijn strategy director kon vinden. Wat heb ik gedaan? We hebben Twitter aangebouwd. We hebben daar een combinatie van een sollicitatie en verificatie gemaakt om in 140 karakters te solliciteren op onze functies.
Met als resultaat veel PR, nationaal, internationaal, opgepakt. Het allerbelangrijkste, 19.000 tweetviews, 1300 bezoekers in 2 dagen, 12 postings op de Nederlandse blogs, 10 op internationale blogs. En ik had 20 bruikbare kandidaten. En het kostte me niks. Want... Geef hem een applaus. Dat was het.